Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Welkom bij deze uitzending van Excelsior 31 TV. Het eerste elftal speelt vandaag haar eerste oefenduel in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Tegenstander is Kwik 20. Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Financieel Advies. Veel kijkplezier. Thank you.
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Jan Lichtenberg Financieel Advies. Ja, het is een tijd geleden dat ik Nick Davina in het tenue van Excelsior 31 voor me heb gehad voor de camera. Maar na 14 maanden was het eindelijk zover, Nick. Ja, eindelijk weer. Echt heel lang tijd geweest. Moeilijk gehad de eerste paar maanden, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Maar moeilijk gehad geestelijk bedoel je ook? Ja, ook. Je weet gewoon als je een kruisbandblessure hebt dat je er gewoon een jaar uit ligt. En ja, in je leeftijd natuurlijk, je bent 30 jaar. Het is alleen maar moeilijker om daar terug te komen. En ja, lekker om eindelijk weer op het veld te staan ook. Ja, we hebben een grote groep. Dus we hadden vandaag met 21 jongens. Zelfs een aantal jongens er nog niet bij. Boy nog niet fit, Manuel nog niet fit. Dus wat dat betreft... Hakim. Hakim die uiteindelijk gisteravond nog aangaf dat hij niet mee kon doen. Dus dan nog hebben we nog steeds een grote groep. Dus we hebben het eigenlijk zo weggezet dat we een eerste helft en een tweede helft wel wat meer gemixt hadden. Maar eigenlijk dan twee hele goede teams hebben staan. Ja, we hebben nog dinsdag spelen nog enten vooruit. Volgende week zaterdag nog Hulsters Boys. En dan begint het alweer tegen Geerenmuiden. Dus het is voor nu, na een korte winterstop, in ieder geval zorgen dat iedereen weer minuten maakt en fit blijft. De spelideeën weer boven water komen. Dat is vandaag, ik denk, bij Vlaag wel goed uitgekomen. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.